De open dag van KI Kampen is een groot succes geworden. Duizenden belangstellenden konden aan de hand van 5 dochtergroepen met eigen ogen zien wat de fokresultaten zijn van de kamperstieren. Mensen zien toch graag levende dieren trekt. En dat hebben we hier en dat zie je ook aan de opkomst, levende dieren, dat is het toch wel, denk ik, momenteel in de veehouderij. Alles wordt al een beetje in een kwaad daglicht gezegd en juist hier promoten we mooie koeien, koeien die er fantastisch bij staan, waar ook extra aandacht aan wordt besteed, in het zonnetje worden gezet. Dus een mooie promotie voor de huidige landbouw, denk ik. Het was dus voor de bezoekers vooral veel kijken, kijken en genieten. Uiers, benen, gezondheidskenmerken is tegenwoordig ook heel belangrijk. Zeker met onze nieuwe fosfaatregelgeving. Ieder dier moet erg goed zijn. We kunnen geen missen permitteren. Je gaat een stier dus gebruiken en dan verwacht je van, hey, dat zie ik straks ook bij de dochters ervan. En dit is er een mooie bevestiging van. En met zoveel mooie dochters op het podium waren er natuurlijk ook publiekslievelingen. Nou, ik denk dat vandaag, als ik het publiek hoor, dat Denshot een fantastische dag doormaakt. Ook Bram Vigor en niet te vergeten Jotani, denk ik. Ik denk dat de meeste veehouders toch het meest aanspreekt. Nou, de dieren die vertonen heel veel melkrijkheid. Zeker de Jotani-dochters. Nou, Bram Vigor is even een iets ander kleurtje vandaag. Maar ook met het, nou, er zijn toch ook een groep veehouders die zoeken even wat anders en die zijn echt verrast door de Bram Vigor dochters. Goeie uiers, prima benen en prima productiekoeien. Dus wat wil je nog meer als veehouder?